Maar bijvoorbeeld F6, G4, E5, C6. Die stond net al de andere. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb wel één stuk ontwikkeld en hij al twee stukken ingedropeerd. Dus goed voor mij zal het niet meer zijn. Maar goed, ik moet een keer een partner halen, want sowieso komt F4 met tempo anders. Dus ik kan me beter meteen weghalen en dan zien we wat je na gaat ontwikkelen. Wat ik met concrete dingetjes was dat ook het handigste, maar dat is wat ja, niet echt nuttig om te laten zien. Maar het punt is wel dat mijn stelling gewoon andere maatjes is. Boeders kost C3, want hij dacht dat ik misschien wel eens een paar D4 dingen ging doen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo'n dreiging, want ja, op B3 staan is wel leuk voor mij. Maar ik dacht gelijk wat ik net even liet zien. Dus in plaats van het hele paard G4 plan, als je meteen A6 of B5 doet. Dat is wel prima voor wit en nu heb ik nog eens 6 tempi verloren ofzo, dus zal het niet echt mijn plan zijn hier. Maar goed, hij komt het gewoon net in met alle tijd. Maar goed, loop ik eens even. Ik ga natuurlijk gewoon verder ontwikkelen. Dus wat F4. Eerst ben ik E6. En ja, ik moet nog een paar keer zien te krijgen natuurlijk. Anders komt sowieso F5. En nu nog steeds, maar ja, ik sta ook gewoon slecht, dus ik kan niet altijd meer voorkomen hier zo. Dus als hij gewoon pakt E3 terug gaat en dan zet laat F5 speelt, heeft hij gewoon een prima stelling. En dan mag ik lekker gaan keepen voor de rest van de partij. Maar hij dacht hier leuke tactiek te hebben. En hij speelde hier F5. En vanaf dit moment werd de partij een grote chaos eigenlijk. Het lijkt een offer, maar het is eigenlijk een schijnoffer, want je wint een stuk vrij snel weer terug. Als ik namelijk een paard sla, slaat hij terug met schaak. Dan moet paard E7 of wel paard E5 komen. Nou goed, paard E7 en F6, ja, je bent het stuk alweer kwijt, dat is vrij snel gebeurd. Een paard E5 komt D4 en hetzelfde verhaal, je bent het stuk weer kwijt. En daarnaast hou je ook helemaal geen stelling meer over. Want weet ook nog een keer met F6 komt en nou ja, dat is al helemaal mis in ieder geval. Ja, dus het is eigenlijk niet echt een stuk offer, maar gewoon een schijnoffer. En dat is eigenlijk wel slecht nieuws voor mij. Dat wil zeggen dat hij gewoon vrolijk door kan stampen en dat ik echt niks kan doen. Maar ik had al vrij snel begrepen dat hij natuurlijk wel wat de ZD4 nodig had om, ja, om echt een stuk te kunnen winnen. En tot nu toe had hij vrij snel gespeeld, maar na mijn volgende zet ging hij namelijk even 50 minuten nadenken. Dat was kennelijk wel nodig. Ja, ik had gelukkig het idee vrij snel gezien en de enige zet die ik hier kan doen is C4. Ja, ik val gewoon een stuk aan natuurlijk, maar wat ik nog meer doe is dat ik die D-pion weghaal. Ofwel hij slaat hem zelf, ofwel ik sla eerst daar tussendoor. Bijvoorbeeld als hij slaat. En hij slaat, ik sla terug, ik speel paard E5. Kan hij niet meer aanvallen. Waarom dat ik die D-pion op weggelokt daar zo? En nu kan ik hem altijd met deze en F6 gewoon genoeg dekken, zodat ik gewoon een stuk voor sta eigenlijk. Nee. Ja goed, dat had hij gemist. Uiteraard staat het alle verslagen op internet dat hij een prachtig stuk over had gepleegd. Maar goed, dat was niet helemaal, klopt niet helemaal. Hij ging gewoon 50 minuten nadenken. Al de tijd die ik kwijt was in de opening had ik nou ruim pas teruggewonnen. En ik had gewoon meer tijd en plezier binnen kon een stuk meer. Want ja, er staan gewoon twee stukken aangevallen bij hem, dus eigenlijk niks wat hij daar aan kan doen. En hij moet wel een stuk op, maar de vraag is alleen hoe hij dat het beste kon doen. En hij besloot inderdaad gewoon te slaan op C4. Hij besloot dus te slaan ook. Maar hij baalde wel goed, want hij had natuurlijk een mooie stelling, maar nu werd het eigenlijk een beetje chaotisch. En paard in 5 dus. En hier koopt hij voor de zet C5. Wat op zich wel een goede zet is, want hij moet natuurlijk toch proberen actief te blijven en mijn stelling een beetje klem te zetten. Is F6 geen goede zet? Ja, F6 kan wel, maar dat heeft een nadeel. Namelijk dat ik lopen F8 speel. Ja. En je denkt dat ik iets met lopen F4 ziet er wel sterk uit. Ja. Denk ik, hè? Ja, het punt is alleen dat ik nu lopen C5 schaak, hè? Koning weg. En D6. En ik heb nu mijn loper ontwikkeld, ik heb de witte structuur vastgelegd. Die pionnen zijn een stuk minder gevaarlijk hier. En goed, ik verlies misschien een keer een pion op E5. Maar dat is niet zo ramp, want er wordt echt het hele bord afgeruild. En dan sta ik gewoon een stuk voor het eind van de rit. Mm. Wel voor 3 pionnen, maar goed, de stelling is niet zo gevaarlijk. Ik heb wat zwakke pionnetjes en niet echt extreem gevaarlijke 3 pionnen.
En ik heb mijn loop geactiveerd nu, dat is vooral belangrijk. Dus ik hoop inderdaad dat dit zou spelen, maar goed, hij had het waarschijnlijk ook gezien. Maar het lijkt inderdaad wel de meest makkelijke manier om zwart onder druk te zetten, maar goed, vanwege een tussenzet logische vijfzaak hebben we daar geen probleem mee. Dus hij speelde hier zeer vijf, want ik dacht de beste zet was en bleef later ook in de analyse gewoon de beste zet te zijn. Ja, hij gaat natuurlijk gewoon bestelling leggen zetten met D6 of iets anders een keer. Nou goed, ik speelde hier F6. Het enige wat ik eigenlijk wilde doen was zo snel mogelijk proberen de stelling te versimpelen eigenlijk. Het is nu heel complex en ik sta natuurlijk onder druk. Maar ik wil zo snel mogelijk op een of andere manier een soort veilige haven creëren voor mijn koning waar ik kan gaan staan. Maar ja, hoe is het een beetje onduidelijk, want ik heb natuurlijk één grote gatenkaas. Stukken daar op A8, B8, C8 is niet echt heerlijk. Koning in het midden. En alle te dreigen van F6. En vooral deze dreiging vond ik toch vervelend.